President Santokki verzekert de gemeenschap dat er voor eind van dit jaar huizen zullen worden opgezet te Reeberg in het district Wanica. Hij sprak gisteren bij de start van het landelijk woningbouwproject. Voor de tweede regeerhelft wil de regering doelpunten maken en mogelijkheden creëren. Maar laat het niet zo zijn dat mijn pota passie, mijn pota stroom, mijn pota water en na 6 maanden kom ik te koop, te koop, te koop, want prijs stijgt. Toch? Hypotheek, geld, feesten en tjanois gelden. Is toch zo? No mek misje asandati. No mek misje asandati. Laten we serieus bouwen. Het is een prachtig gebied hier zo. Hier kan een geweldige toekomst voor jullie allemaal zijn. En we gaan alle districten en alle districten gaan we bouwen. Let wel, alle districten gaan we hetzelfde model doen. Het staatshoofd merkt op dat er samengewerkt moet worden aan de verdere opbouw van Suriname. Huisvesting is enorm belangrijk en daar moet serieus aan gewerkt worden. Ook aan die prijzenfront werken we. Maar laten we ook flink gaan produceren en onze eigen lokale producten gaan consumeren. Daar is de kracht. En daarom investeren we ook in die agrarische projecten. Zware investeren met buitenlandse investeerders. Zodat daar voedsel binnen bereik is van alle Surinamer. Maar Jan de Sarnasantu. Jan de Sarnasantu, de Suiti. Gezond. Toch? Daar moeten we meer sowieso gaan investeren. Natuurlijk hebben we importinflatie. Als graanprijs stijgt. Als olieprijs stijgt. En hier stijgt het mee. En IMF zegt, je mag niet subsidiëren. Dat hebben we een issue. Hoe we daarmee moeten omgaan. En dat is weer waar we leiderschap en verantwoordelijkheid moeten tonen. Volgens de president is de regering gestart met een aantal investeringsprojecten om de economie te boosten. Hij gelooft dat het woningbouwproject ook veel werkgelegenheid zal creëren.